mensen, het is vandaag zondag en Nena die ligt nog lekker even te slapen. Twee is naar een voetbaltoernooi en ik heb mezelf net alvast klaargemaakt, want ik ga zo meteen met Nela heel even de deur uit. Hoewel het nu wel een beetje begint te regenen, het zou vandaag zonnig worden en dit had ik niet verwacht. Maar op zich, als ik nu zeg maar naar het vooruitzicht kijk, dan staat er dat het vanaf vanmiddag gewoon droog is en dat het zonnetje doorkomt. Dus ik ga ervan uit dat wij gewoon straks de deur uit kunnen als Nena wakker is. En zo niet, dan ga ik gewoon thuis lekker even rond met haar spelen. Misschien nog heel even naar Ballorig, dat kan natuurlijk ook, want ik heb daar een abonnement op. En het is wel chill om haar eventjes lekker de gang te kunnen laten gaan. En zojuist is mijn preset live gegaan en ik krijg zoveel lieve reacties erop en heel veel bestellingen zijn er binnengekomen. En voor degenen die nu denken, wat de fuck is een preset? Dat is eigenlijk gewoon een filter die ik gebruik over mijn Instagram foto's. En er is echt al zo vaak vraag naar geweest of ik het wilde delen met jullie hoe ik mijn foto's bewerk. Nou, dit is dus hoe ik dat doe met een preset die ik zelf heb gemaakt in Lightroom. Daarin bewerk ik eigenlijk al mijn foto's voor Instagram. Maar ook gewoon foto's voor mijn blog of mijn thumbnails. Die zijn allemaal bewerkt met diezelfde filter. Die is nu dus verkrijgbaar. Ik ben bang dat nu als ik dit, zeg maar deze vlog online zet, dat die weer down is te website. Want net lag hij eruit omdat ik het op Instagram had gezet dat hij online staat. En zoveel mensen klikten op die swipe-up link dat het gewoon offline ging, de site. Dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten, hoe de foto's eruit zien van de meiden die hem al hebben besteld. Want iedere foto ziet er weer anders uit met de preset die ik heb gemaakt. Kijk, op mijn foto ziet het er zo uit als in mijn feed. Maar bij anderen ziet het er toch weer anders uit. Bijvoorbeeld als iemand een andere haarkleur heeft, een andere huidskleur. Dus daar ben ik gewoon wel echt... zo, die gaan lekker hard in de straat. Maar daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Dus dat is ook gedaan. Ik ga nu lekker eventjes het huis opruimen. Want hier achter me ligt allemaal zooi van Nela. Dan als zij nog lang blijft slapen ga ik even mijn boek verder lezen. Want daar ben ik nu ongeveer op de helft van. Dit is Master Your Mindset. En dit vind ik tot nu toe echt een heel leuk boek. Dus dat ga ik dan straks even verder lezen. En ik ga jullie boven in de spiegel even mijn outfit laten zien. Want ik heb toch daar iets nog nodig op zolder. En dan ga ik gelijk even een was erin doen als ik toch op zolder ben. Dus dat is het plan. Gezellig. Ik krijg trouwens super veel vragen in mijn DM hoe mijn preset gedownload en gebruikt kan worden. Dus ik ga het jullie nu voor once and for all eventjes uitleggen, want het is echt super makkelijk. Je gaat naar manontilstra.nl, dat is mijn blog. En daar staat rechtsbovenin bij de categorieën staat Shop My Presets. En daar klik je dan op. En dan zie je hier een klein knopje waar je op kan drukken met de Summer Preset. Dat is de naam van de preset die ik heb gegeven. Dan klik je daarop. Dan gaat hij dus naar die pagina van de preset. Dan kan je drukken op in winkelmand. Dan gaat hij naar mijn winkelmandje en dan staat hij hier. Oh, als hij aan het laden is. Ja, winkelmand bekijken. En dan kan ik hem gaan afrekenen. Want hij kost €14,95. Ga je doorgaan naar afrekenen. En dan is het eigenlijk gewoon heel makkelijk. Je factuurgegevens vul je dan in. En dan kan je de betaling afronden met Ideal of met PayPal. Dus dat ga ik nu heel even snel doen. En dan ga ik jullie straks de volgende stap even laten zien. Oké, ik heb het bestandje nu op mijn mail gekregen. En dan kan ik hem downloaden. En op de Android telefoon ziet het er iets anders uit. Bij de iPhone heb je zeg maar hier dan een schermpje en dan staat er download. Maar bij mij ziet het er zo uit. En dan heb je eigenlijk een programma nodig dat heet een zip. Omdat je het zipbestand eigenlijk moet kunnen openmaken. Waar het bestandje in zit die je dan kunt gebruiken voor de filter. En ik heb hem nu dus al gedownload. Dus ik ga hem eventjes openen. Dan kom je dus in het unzip dingetje. En dan doen we dat door erop te klikken. Unzip to. En dan doe je unzip naar My Files. En dan gaat hij hem dus opslaan in mijn bestanden. En dan pas kan ik hem in Lightroom gaan vinden. En dan klik je onderaan op foto toevoegen. En dan doe ik uit apparaat. En dan zie je hier dus het bestandje staan. En op de iPhone kan het soms zijn dat die zwart is, het bestandje. Dus dan zie je DNG-file. Maar dan klik je daarop. Doe je op toevoegen. En dan zie je hier het bestandje staan. En dan klik je erop. En het enige wat je dan doet is instellingen kopiëren. Dus bovenaan klik je op die puntjes. Instellingen kopiëren. Dan zie je dit. Dan moet je alles gewoon zo geselecteerd laten zoals hij al staat. Druk je op het vinkje en dan heb je letterlijk mijn preset, dus mijn filter van mijn foto's, heb je gekopieerd. En dan ga je gewoon naar een andere foto waar je die filter op wil zetten. Nou, ik pak nu eventjes gewoon random deze foto. Die had eigenlijk al een filter, maar ik ga hem gewoon nog een keer erop plakken. En dan doe je instellingen plakken. Nou, dit is eigenlijk gewoon precies dezelfde filter die er al op zat. Maar dan weet je in ieder geval hoe het eruit ziet om de filter te kunnen gebruiken in Lightroom. En hoe je het dus kan plakken op je eigen foto. Dus that's it. Easy as 1, 2, 3. En ik wil je ook nog heel even op de computer laten zien, wat eigenlijk gewoon bijna hetzelfde is als op je mobiel, hoe ik de kleuren aanpas van de foto's. Ik doe heel eventjes hier ook bewerkinstellingen plakken. Dus dat zijn de instellingen van mijn filter. En wat ik dan doe, is dat ik bij kleuren, doe ik per kleur. Dus dan heb je bijvoorbeeld oranje, geel, groen. Daar kan je dan op klikken. En dan kan je per kleur het een beetje aanpassen. Dus of je de kleurtoon iets anders wil. Of bijvoorbeeld oranje wil je de verzadiging iets meer omlaag. Dat betekent dus dat je hem iets minder fel maakt. Dus daar kan je dan een beetje mee spelen. Dus dan zie je dat ik nu bijvoorbeeld helemaal grijs ben. Dat al het oranje weg is. Maar ik vind oranje juist wel een beetje mooi. Dus dan doe ik die wel iets omhoog. Maar als je hem helemaal omlaag trekt, dan is het dus allemaal gewoon grijs. Dus dan, dan kan je gewoon een beetje kijken wat je mooi vindt. En ook qua temperatuur op de foto heb ik hem nu best wel warm staan. Maar je kan hem ook heel erg blauw maken of juist nog warmer. Dus dat is wel fijn dat dat allemaal in Lightroom kan. Dus dit is eigenlijk gewoon de enige app ook die ik gebruik om mijn foto's mee te bewerken. Voor degene die dat wilde weten. En mocht je mij nog niet volgen op Instagram, dit is hoe mijn foto's er dus uitzien. Dit is mijn feed en ik gebruik die filter al best wel een lange tijd. Dus dan zie je dat echt al mijn foto's een beetje één geheel al zijn met diezelfde preset die ik dus nu voor jullie beschikbaar heb gemaakt. Oh mijn god, het was net zo lekker weer. Echt het zonnetje scheen. En nu dit. Het is echt zo onvoorspelbaar. Nou, het regent dus ineens keihard buiten. En ik heb hier met mijn goede gedrag een rok aan die ik waarschijnlijk ga switchen voor een broek. Maar in ieder geval is dit de outfit of the day. Een shirtje van Vogue. Die heb ik van hun gekregen. Nela heeft hem ook. En dan staat er hier Loves Manon. En bij Nela staat Loves Nela. Echt super cute. En dan heb ik een riempje om van mijn eigen webshop. Mila Moon. En daaronder een rok. Volgens mij is deze van Naked. Echt een hele lange tijd geleden had ik die besteld. Dus dat zou ik dan combineren met mijn Dr. Martens. Maar ik denk dat dit een tikkeltje te koud is als wij zo naar buiten gaan. Dus dan moet ik even kijken hoe ik me hierbij voel. Of dat ik het switch en een broek aantrek. Maar dit is in ieder geval de look of the day. En ik ga jullie ook gelijk even mijn kast laten zien. Of tenminste kast. Mijn kledingkamer. Tussen haakjes. Dit is nog lang niet af. Ik had het jullie ook al eerder laten zien. Maar het is wel lekker eventjes geordend nu en veranderd. Ik heb heel veel kleding eruit gehaald. Wat gewoon weggaat naar het goed. En hier heb ik eigenlijk alles opgehangen wat ik nog steeds draag. En waar ik echt geen afstand van wil doen. Hier om te beginnen heb ik al mijn jasjes. Dus trenchcoats, spijkerjasjes. Ik heb ook hier wat slangenprint dingetjes. Ik heb het ook gewoon een beetje op print gesorteerd. Dit is dan een slangenprint jurk. Nog wat colbertjes, vestjes. Ook allemaal op kleur. Hier nog wat tijgerprint dingen. Hier heb ik net iets uitgepakt. Oh, die moet terug. Nou, en hier loopt het dan door naar zwart. En dan heb ik hier alles een beetje, die nude tinten. Waar 80% van mijn kast uit bestaat. Mijn moeder moest echt lachen toen ze dit zag. Zoveel nude. En dan heb ik hier nog wat kleur. Het enige kleur wat ik heb hangt daar tussen. En roze en zalm en zo heb ik dan ook. Daar loopt het zeg maar wat lichter door. En dan heb ik hier een rekje met wat sieraden. Niet al mijn sieraden hangen hier aan. Maar wel gewoon de sieraden die ik het meest draag. Heb ik hier even opgehangen. Omdat ik deze echt gisteren pas heb opgeplakt aan de muur. En dan hieronder mijn schoenen. En ook van de schoenen heb ik heel veel weggedaan. Want 80% droeg ik gewoon niet. En dan vind ik het gewoon zonde. Dan geef ik het liever aan iemand anders die er wel blij mee is. Dus dit zijn alle schoenen die ik nog draag. Die daar staan, die hier staan en die daar staan. Dan heb ik hier nog een spiegel van de IKEA. Gewoon een zwarte. En hier nog één rekje met wat nieuwe items. Heb ik hier opgehangen. Die ik had binnengekregen van Naked. En ik vind het altijd wel fijn om mijn nieuwe items gewoon even bij één rekje te houden. Omdat ik die spulletjes hoogstwaarschijnlijk ga meenemen op vakantie. En dan heb ik het maar alvast apart. Dus dat is hoe mijn kledingruimte er nu op dit moment uitziet. Ik ga trouwens morgen, na 4 maanden tijd geloof ik dat ik niet bij de kapper ben geweest, ga ik mijn haar weer laten verven. Waar ik super veel zin in heb, want de laatste keer dat ik ging was volgens mij februari. En toen heb ik een maand lang geen hitte gebruikt, omdat ik dus mijn eigen krul weer een beetje wilde terugkrijgen, wat redelijk goed is gelukt. Toen heb ik gewoon 3 maanden mijn haar niet geverfd, niks gebruikt. En het is nu wel redelijk uitgegroeid tot hier. Dus het moet wel weer eventjes gefixt gaan worden. Maar ik zit heel erg te twijfelen om weer terug te gaan naar de haarkleur die ik zo'n 2 jaar geleden had. Toen het een beetje assig blond was. Nu is het op zich ook wel assig. Ik weet niet of je het goed kan zien op beeld. Maar de blonde plukken die ik heb, die zijn wel op zich wel oké. Maar ik wil toch nog iets lichter en dan de uitgroei wel donker houden. Omdat ik dat ook 2 jaar geleden had. En toen vond ik het heel mooi overlopen. Dus dat ik die ombre, nee niet ombre, maar dat balayage had. Dus dat de bovenkant donker was. En dan onderliep het dan licht over. En dat vond ik heel mooi bij mijn gezicht staan. Als ik dan zeg maar oude vlogs terugkijk, dan was dat toch wel denk ik mijn favoriete kapsel. Het donkere vind ik ook heel mooi. Maar het probleem met donker haar is dat ik er heel snel op uitgekeken ben. En dat wil ik mezelf gewoon niet aandoen. Dat ik naar donker ga en dan uiteindelijk toch weer naar blond ga. Want dat is zo slecht voor je haar. En nu is het gewoon echt wel in veel betere conditie. Omdat ik het dus 4 maanden niet heb geverfd. Plus het is voor mij veel makkelijker bij te houden als ik deze kleur heb. Omdat ik dan mijn uitgroei in principe niet hoef te verven. Want dat loopt gewoon heel mooi over. En als ik donker haar heb, dan moet ik echt steeds, zeker wel iedere maand, mijn uitgroei verven. Want ik heb van mezelf donkerblond haar. En dan zie je echt zo'n lelijke uitgroei met donker haar erop, zeg maar. Dus dat is geen doen. Maar dat is dus morgen. En dan zien jullie dus in de volgende vlog wel ja, hoe het uiteindelijk is geworden. Mama? Ben je wakker? Ben je wakker geworden? Zwaai maar. Huh? Heb je lekker geslapen? Echt? Echt? Hallo. Kom maar. Ik kan nog uit bed. Doe je gek, schatje? Hm? Wat is er? Oh, zo mooi! Matching outfits. Ja. Doei doei. Heb je hetzelfde als mama aan? Ja? Nou, Nela en ik zitten in de auto en wij gaan nu samen gezellig naar mijn moeder toe. Want het is opeens 21 graden, volop zon, de lucht is helemaal opengetrokken. Dus ik dacht, ja, het is zonde om dan binnen te blijven. Dus we gaan met mijn moeder even naar Bataviastad, want die woont daar vlakbij. Dan gaan we daar even wat wandelen en dan gaan we wellicht daar ook wat eten. Want Dwayne die had al gegeten, zei hij, bij voetbal. Dus zodra hij terugkomt, dat zal ook straks ieder moment zijn, dan ploft hij direct op de bank. Dus hij zei al van, ga maar lekker wat buiten de deur eten. Dus dat gaan wij doen. Huh? Let's roll! Op naar mama! We zijn inmiddels weer thuis, terug van Bataviastad. En papa is ook weer thuis. Ja. Ja, maar je bent wel kapot, zie ik aan je. Kapot, wordt oud. Wordt oud, ook een dagje ouder, hè? Ja. Grandpa, maar we hebben wel iets voor je meegenomen omdat het papa dag is. Oké, dat is lief. Uiteraard 2 stuks, omdat het zo snel opgaat bij jou. 2 stuks. Papa helpen openmaken? Ja. Ja? Kom. Papa helpen. Met papa helpen. Open. Open. Helpen dan. Kom maar. Oh, lekker. Zoveel. Daarom zeg ik 2. Ja, dat is een hey. Papkusje. Papkusje. Maar. Heb je papa gemist? Nana. Nana. Aslo. Mama, middeljoen. Ja, zo. Mama vogel? Ja. Ja, dat was Nela. Nela vogel. Hekkie? Ja. Oi. Ga je slapen? Ja. En naar bed toe? Ja, als je ja. Maar moet papa eerst voor jou een verhaaltje voorlezen? Je krijgt je speen pas als je gaat slapen. Doe maar een kusje. Dankjewel. Love you. Love you, baby. Ik kom net lekker onder de douche vandaan en wij gaan nu heerlijk slapen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!